kunnen. Dat ik de honden fatsoenlijk uit moest laten. Pardon? Wie zei om mij dat te vertellen dat wat ik met mijn honden moet doen? Nou, alles is weer speek en span, glimmend en schoon. Ja, zo lieve vrienden. Het is laat, maar wat kan de pret dat drukken? Maar in ieder geval een hele, hele fijne, liefdevolle middag gewenst namens Corina en de Beestenboel. En welkom bij ons op het kanaal. Ja, zeker weten. Elwin die zit daar. Rijker die staat daar. En Kaldal die zit half achter me. Ja. Kijk, de ene die blijft lopen. Die is net weer binnen en die zit nog wat, weet ik veel wat, weg te vreten. En dan loopt er eentje, ja weet ik veel waarheen. Oh, die gaat daar. Net de keuken in. Maar ja, de dag begon vandaag alweer goed, maar niet heus. Nee. Ja, ik heb nog steeds pijn. Ik slik nog steeds traumamedicatie. Maar ik kreeg op mijn, grof gezicht. En zo grof ben ik nooit, maar het was wel zo. Op mijn flikker. Een bummen. Dat ik de honden fatsoenlijk uit moest laten. Pardon? Wie zei om mij dat te vertellen dat wat ik met mijn honden moet doen? En toen zei ik dus ook van dat ik dat momenteel niet kon, omdat ik gevallen was. En dan wil me niet eens uitpraten. Ja, had je me geen honden moeten nemen. Pardon? Kunnen de honden niks aan doen dat ik gevallen ben? Hadden de honden ook niks mee te maken? Ik ben niet dankzij de honden gevallen, nee. Als ik door mijn knie zak, en aangezien ik niet in mijn pyjama buiten zal lopen, maar ik was op mijn slaapkamer, ja. Maar hij laat je niet uitpraten, maar ja. Dat is zijn autisme, denk ik, volgens mij. Ik weet het niet, maar ik heb wel alles eventjes netjes doorgebriefd aan de wijkagent. Dus die is al op de hoogte. En ik laat me niet de les lezen en ik moet hem nou ook gaan negeren. Ga ik ook glad doen. Ik ga hem gewoon negeren wat hij ook zegt. Lekker belangrijk. Dat is lucht voor mij. Zonder lucht kan ik niet leven, dus ik negeer hem gewoon. Ja. Hé? We negeren. Ze mochten niet blaffen. Ze waren vanochtend even buiten met z'n tweeën. En ze waren blaffen. En dat mag niet. Ja, rotten in het een. Wat niet? Jij praat toch? Dat is hun manier om te communiceren. Dus ja, Wous. Wous, ja, hé? Wat is je schatje? Nou, meehelpen. 1, 2. Zo dan. He, zo hè. Kijk. Hallo, dat ben ik weer. Tijd geleden dat ik er even zo voor zat. Maar ook van mijn kant zeg ik een hele fijne middag. Ja, je bent ook lieve. Ja, je bent ook lieve meisje. Ja. Ook lieve meid, hè? Allebei. Ja, dat moet vrouwtje opruimen. Had ik er net buiten nodig. Eventjes hun poepjes opruimen, hè? Maar ik boterham een zakje voor. En man, dan moet je iedere keer voorover. Nou, ik word helemaal draaierig. En pijn en misselijk. Nou zit ik weer, nou zak dat weer. Hé? Ja. En tot een latertje wanneer jullie uitgelaten worden. Maar ja, jullie kunnen in ieder geval naar buiten. Het is buiten ook weer schoon. Niemand kan ons wat aan doen. Nee. Het is overdag, het mag allemaal. Lekker hè? Ja. Ja, dat mag allemaal. Lekker hè, meisje? Oh, ben je mooi, hè? Rijk, een mooi hondje. Oh, zo'n mooi meisje. Ja. Maar Elwing is ook mooi. Hè? Elwing ook mooi, ja, zeker. Is Elwing ook mooi? Is ook een beauty. Hé, dan wil je ook een beauty, een meisje. Oh, zo'n mooi hondje. Nou, doe maar. Ja, jij bent een mooie jongen. Moet je de kussens op de grond gooien, is dat nieuw? Ah, dat is al moeilijk. Door. Hé, niet
gewoon niet leuk. Wat dikke. Rijka, niet doen. Kom maar, kom maar, kom maar, kom maar. Hé? Kom maar. Grote meidje. Zo'n grote meidje. Straks de zee weer in, hè? Met tante Mario en tante Marianne. Hup, even de zee in. Maar oké, ja, ze gaat iedere keer met ze naar de dijk. Dus hoe mooi wil je het hebben? Ja, dan kun ze even de zee in, eventjes losgekoppeld worden. Hup, de zee in. Moet kunnen, hè, meisje toch? Ja. Maar oké, ja, ik zou zeggen geniet, want het is raar weer, maar de zon schijnt. En dat is fijn. Ja, het is bewolkt en toch schijnt de zon dwars door de bewolking hier en daar doorheen. Dus ja, deze moet ik opruimen. Wat ik zei, die zakjes, nou die heb ik dan in de keuken zo leggen, maar dan hangt er één zakje eruit. Dus ik gebruik de la als een automaat. Ja, dan rolt het steeds verder. Nou, en als ik er dan eentje nodig heb, zoals Kandel, die krijgt 2 keer per dag een zakje natvoer door brokjes heen. Nou, dat zakje natvoer, als je dat zo in de vuilnisbak gooit in de keuken, gaat stinken. Wat krijg je daarvan? Insecten, vieze smerige beestjes. En maar, vooral zomers, als het echt goed heet is, dat het een hittegolf bezig is, dan heb je maden die erop afkomen. Dat wil je niet hebben. Nou, om dat te voorkomen, gebruik je een zakje. En dan willen ze af en toe nog eens komen, maar dan is het vele malen minder dan als je helemaal geen zakjes eromheen doet. Dan kun je een flesje kopen bij de supermarkt. Dat is een spuitflesje van plastic met de geur lavendel. Daar krijg je geen maden tegen. Dan vinden ze vies. Wij vinden het lekker. Hun vinden het vies. Hun gaan dood. Dan spuit je je vuilnisbak mee in. Dan doe je er een vuilniszak erin. Heb je dus ook poezenbeestjes of wat dan ook. Blikjes kun je omspoelen en dan weggooien met die zakjes. Ja, dat ga je niet omspoelen. Dat kan niet. He, dus dat vouw ik dubbel. Dat doe ik hier in. Dat knoop ik dicht. Ja, makkelijk toch? Gewoon. Ja, een kind kan er was doen. Maar je houdt wel die vieze troep buiten je deur. Maar dat maakt niet uit hoor. Nee, het is gewoon, dan ben je die troep kwijt. En het kost nog zo'n rolletje boterhammen. Ik neem de goedkoopste die er zijn. Nou, dan ruim ik ook de poepjes van de beestjes op buiten. Wat wil je dan nog meer? Ja, ik denk dat je dan nog goedkoper uit bent dan. En ik denk dat Mario nog in de buzen heeft, want dat zie ik nergens liggen. Een kokertje met hondenpoepzakjes erin. Want dat lag op mijn bureau, maar ik denk dat Mario dat nog in de buzen heeft. Maar ja, dat kan, maakt niet uit. Dus, maar in ieder geval, dat gaan we even opruimen. En jullie hebben weer wat geleerd. Het is gewoon makkelijk, ja. Dus, maar het komt wel wel goed, lieve vrienden, dat ik zou zeggen. Gewoon geniet van alles met wat jullie doen. En dat ga ik ook doen. Ik ga de computer zo weer starten. En komt allemaal goed toch? Ja. Nou, en ik moet de vlog in elkaar zetten. Ik moet nog de vaatwasser doen. Ik heb koffie. Dus ik heb nog even genoeg te doen. Voordat ik niks ga doen. Ik zou zeggen, lieve vrienden, tot later. Doei! Nou, alles is weer spik en span, glimmend en schoon, ja. Ook de waterkoker heb ik eventjes een beurt gegeven met ontkalken met azijn, ja, zeker weten. Moet allemaal wel weer blinkend schoon. Als ik eenmaal even bezig ben, dan moet het ook spiegeltje, spiegeltje aan de wand wezen, ja. En dus dat doe ik altijd wel, hè, grote meid? Hé, grote meid. Hallo. Hoe is het met jou?
Hallo, hoe is het met jou? Goed meisje. Zo'n goed meisje. En ook zo'n mooi meisje. Ja. Wat dikkie. Ja, die is aan het doorrakken, hè? Rijkhuis aan het doorrakken. Ja. Nee, mag niet, hè? Dat touwtje, nee. Dat touwtje, dat dingetje moet er langer mee. Ja. Yeah. Als ik mij goed voel, dan zal ik dat proberen eraf te krijgen. Ja, yeah, dat heeft geld gekost. Die hele buis, mijn vlaggenmast. Ja. Yeah. Maar oké, okay, ja, ik ben blij dat het weer zo netjes. Ik heb een lekker bakje koffie voor mijn neus. En ik ben even met een spelletje bezig. En het is geen landleven hoor. Nee, geen landleven. Dit is township. Ja. Er zijn een heleboel dingen bij. Het niet alleen nog die boerderij, maar ook een atelier en ja, weet ik veel. Winkeltjes en een markt. En dit moet ik nog openen, dat is de haven. Dan krijg je ook nog eilandjes erbij. Dus, en je krijgt nog een dierentuin erbij. Maar dat kan nou nog niet geopend worden. Dit is een spelletje in het spel. Met kauwgomballen. Nou ja, dan moet je dus ook je hoofd bijhouden, anders gaat het mis. En dit is de markt. Nou, daar kun je ook dingetjes bijhalen. Logisch. Dus dat is wel leuk. Ja, en dat daar is je geld wat je hebt. En dus, hij is leuk. Jazeker. Dus ja, dat ben ik even iets aan het doen. Even mijn hoofd leegmaken voordat er weer toestanden komen. Want het wordt wel weer druk straks. Want ik moet. Mario die komt, Marianne die komt om de woefwafjes uit te laten. Ja, ze moeten het nou nog met de tuin doen. En dan krijgen ze straks weer een lekkere wandeling naar de dijk. Hè, ze worden niet uitgelaten. Nee, ja, oké, ze worden momenteel te weinig uitgelaten. Maar hij beweert hiernaast helemaal niet. Ja, hij is gek. Hé? Ja nou kind? Ja, je hebt het goed hè, bij vrouwtje, ja. Een vrouwtje heeft ook de wc opgeruimd voor jullie, hè? Ja. Goed verdikkie, hè? Goed meisje. Dit is zo mooi, hè? Zo beautiful. Elwing. Ja, hè, meisje. Maar ook okay, lieve vrienden, ik zou zeggen, geniet nog verder van het prachtige mooie weer. En tot straks maar weer. Nou, Elwing en Rijka zijn net uit geweest. En Elwing is weer in zee geweest. Hé, was het lekker meisje? Lekker in het water. Hé? En dan moet het een buikje in het water. Hé? Hé, was het lekker wijfie? Ja, hé. Ja, die is lekker nat. Ja, die dus niet, want die, nee, die moet niks van water hebben. Maar van de zomer gloopt er toch maar weer wel in. Want dan gaan we toch even naar Kwelderduin, hè? Jo. En dan is het even met het vrouwtje de voet even tegen je kontje na, hè? Ja. Dan is het voilà. Dan ga jij er even in. Ja, de dames zijn net weer met de fiets de poort uit. Want ze waren op de fiets snel gekomen. En dus, ja. Hé? Ja nou kind, wat lekker buiten op de dijk. Ja, was dat zo lekker. Hé, was dat zo lekker wijfie. Ach, goeie. Nou, en die heeft er gelijk honger van gekregen, dus die staat te eten. Nou, en ik ben met een vlog bezig. Ja, dus dat wordt weer gezellig en leuk. Ja, leuke dingetjes erbij gedaan. Ga ik niet vertellen, nee. Ja, die kennen jullie al, maar die staat er voorlopig even erbij. Dan weer aan het begin, dan weer aan het eind. Gewoon omdat het bijna Pasen is. Moet dat kunnen? Ja, echt waar. Dus ja, we gaan er gewoon een beetje het leuker en gezelliger maken. Ja toch? Wat er ook gebeurt in de vlog op zich, gaat er leuker en gezelliger uitzien.
Ja. Ik zou zeggen, lieve vrienden, het is avond. Ik zou zeggen, een hele fijne, liefdevolle avond ook namens Elwing en Rijka. Geniet van jullie avond. Ja, gaan wij ook proberen te doen. Hè, dame? Oh, kusjes, kusjes geven. Kusjes geven. Oh, kusjes, kusjes. Ja, lekker, hè. Oh, even likken, even schoonmaken, hè. Ja. Heel lief zijn, hè. Ja, even lief zijn, hè. Goed zo. Zo mag ik het graag zien. Dat is mooi. Maar in ieder geval een hele fijne, liefdevolle avond gewenst. En voor later op de avond uiteraard wel rustig slaap lekker met mooie dromen. En weer gezond uit jullie bed zien te komen. Ik zou zeggen, doei doei.